Heb je vorige week ook zo genoten van goede frack? Ja, natuurlijk, want er was een tropisch uitstapje naar Keulen. Een goede frack over onze Games of the Show vanaf Gamescom. Ja, leuk dat we dat vanuit Keulen konden doen. Maar goed, we zijn weer terug in de studio met een nieuwe vraag. En deze week komt de vraag, ja, serieus, van een YouTube-kijker. Super bedankt, Sil vlogt. Hij was namelijk fantastisch. Sil vroeg ons namelijk, wat is jouw favoriete wapen uit een game? Mijn favoriete wapens in een game. Er zijn eigenlijk heel veel games waar heel veel toffe wapens in zitten. Ik wilde in eerste instantie Maple Story zeggen met Fish on a Stick, maar Peter heeft me daar snel van overtuigd dat het niet de bedoeling was. Maar het is waar. Dus ik ben gegaan voor een ander spel met echt onwijs vette wapens. Eigenlijk de wapens zijn ook de reden dat ik het spel wilde kopen. En misschien ook wel eens een keer wil cosplayen. Want ja, ook nog eens, ongelooflijk. Ik ga het spel met de vetste wapens zoeken, namelijk Bloodborne. En dan vooral de Bloodhunter Scythe heet die volgens mij. Scythe. Het is een wapen met het is een zaag eigenlijk op een stok. Daar kun je mensen mee hakken. En als je wil, dan kun je hem zeg maar uitklappen. Dat die stok gaat dan, klapt dan zo. En dan heb je meteen een long range wapen. En ja, het ziet er zo vet uit. Verband eromheen, weet je wel. Super donker. Je bent letterlijk aan het zagen met monsters. Het is gewoon fantastisch. Vet. En de reden dat ik eigenlijk voor Bloodborne heb gekozen is omdat wapens gewoon super belangrijk zijn in die game. Het bepaalt echt je playstyle. Je hebt ook een boog die je kan gebruiken bijvoorbeeld. Of een zwaard die je kan afbreken in twee zwaarden. Je hebt een hele groot wiel waar je kan gebruiken. Oh, ik kan er uren over doorpraten. Ik blijf maar naar die video's kijken en zelf kan ik niet spelen. Ik ben echt rete slecht. Maar het is gewoon super vet. Het vetste wapen is aan zich natuurlijk altijd de power of friendship. Ik bedoel, in de meeste Japanse games is dat hoe je in het verste komt. Door uiteindelijk op het laatste zeggen, en dat je dan allemaal elkaar omarmt. Nee, power friendship is fucking lame, want we willen keiharde wapens. Nou hou ik zelf persoonlijk het meest van realistische wapens. Ik weet, er gaan een paar mensen antwoorden geven, Ratchet & Clank, dat snap ik allemaal wel helemaal tof. Maar het vetste wapen wat ik vind in een game ever is de Tomahawk van Connor in Assassin's Creed 3. Hij was super vet, want het logo van Assassins zit in de Tomahawk. Maar aan de andere kant is het ook gewoon een keiharde, blunt actiewapen, weet je wel. Het is niet heel erg zwieperig zoals met zwaarden. Of het is niet van afstand zoals schieten. Het is gewoon echt keihard hakken. Zeker als Connor dan vanaf een boom of vanaf een dak landt op een guard en hem uitschakelt. Heerlijk gevoel. Geef mij een Tomahawk van Connor en dat is gewoon altijd het vetste wapen. Ja, dat vind ik echt weer een hele goede vraag. Leuke vraag ook. Was ik zelf niet snel opgekomen, maar dat is het leukste wapen in de game. Het is natuurlijk niet dat lullige hakbijltje van Connor. Dat is niet een of ander groot, mega, over de top. Ik moet superveel compenseren, zwaard uit Dark Souls of Bloodborne. Nee, dat beste wapen uit een game, dat is gewoon de grote paarse dildo uit Saints Row 2. Denk ik. Ik heb geen tijd meer gehad om het op te zoeken, maar ik denk dat het Saints Row 2 was. Want wat is er nou vetter, geef even eerlijk toe, wat is er nou vetter dan gewoon over straat lopen en iedere agent, ieder hoertje, iedere zakenman die je ziet gewoon een volle map geven met een grote paarse dildo. Ik heb het zelf helaas nog nooit het voorrecht mogen hebben om het in het echt te doen. Het staat nog wel steeds op mijn bucketlist. Maar tot die tijd hou ik me zeker nog wel bezig met Saints Row 2 om gewoon eventjes weer dat gevoel te hebben van hey, wat zei je? En dat hij dan zo lekker terugswabbert en zo. Dat is echt een goed gevoel. Zo'n dildo moet je ook nergens anders voor gebruiken. Gewoon alleen maar om mensen op straat een immense loei mee te geven. Ja, Sil, nogmaals bedankt voor die vraag. Superleuke vraag sowieso. Favoriete wapen in een game. Mijn gedachten dwaalden meteen af naar Sunset Overdrive. Want dat is natuurlijk van de gasten van Insomniac. Die eigenlijk wel een soort van heer en meester zijn met het bedenken van enorm gekke wapens. Dus Sunset Overdrive is een van die laatste games van Insomniac die ik heb gespeeld. En ja, daar zaten ook weer echt tal van wapens in waar je gewoon... God, hoe kun je het beschrijven? Het is de gekste shit. En als ik moet denken aan favoriet, ja natuurlijk er zijn een aantal dingen die overpowered zijn. Maar ik vind gek vooral heel tof. Als je een wapen oppakt en niet alleen denkt van wow, hij is heel sterk. Maar ook van, what the fuck heb ik in mijn handen? Sunset Overdrive deed dat oprecht heel goed. En een van de wapens die ik daar het meest in kon waarderen is denk ik toch wel de... Nothing But The Hits Gun. Hij heette gewoon Nothing But The Hits. Maar waar het op neerkomt is een soort van enorme katapult. Volautomatisch voor vinyl.
Dus je schiet gewoon LP's af en die ketsen tussen al die gemuteerde zombies heen en weer. En goed, ik had dan ook de pre-order bonus dat die vinylplaten ook allerlei gekke kleurtjes zijn. Dus je schiet echt 20 van die platen af en je kijkt gewoon in die massa aan mutanten. En je ziet overal die platen heen en weer ketsen door die zombies heen. Stukken ledematen eraf. Ja, het was gewoon ontzettend pleasing. Plus natuurlijk dat het gewoon een lekker gek wapen is. Maar goed, Sunset Overdrive had veel meer van dat soort toffe dingen. Ik kan me ook nog de T en Teddy herinneren. Een soort van, je schoot een soort teddyberen af die heel erg, ja, misschien iets te relevant met vandaag de dag, een bomgordel om had. En die dan ontploft in een soort van teddy rookwolk explosie. Ja, fantastisch was dat. En zo had je nog veel meer van die dingen. Wat was het, de Flaming Compensator volgens mij, een soort van shotgun die extra lang is en ook echt twee ballen heeft. Zo van, oké, ik heb het misschien niet in de broek, maar ik heb het wel in de hand. Over hier, I got a gun! Ja, dat moet je die gasten van Insomniac toch wel nageven. Dus dat zijn echt een aantal van die gekke wapens die ik wel als favorieten kan bestempelen. Maar op een iets serieuzere noot, als het gewoon echt een wapen is waar ik gewoon helemaal weg van was en wat ik ook graag gewoon aan mijn muur wil hebben hangen, dan wil ik nog een uitstapje maken naar de Elder Scrolls Skyrim. Want ja, ik heb er een shirt ook van aan, tuurlijk. Ja, hoe kon het ook anders? Maar nee, daarin had je met de Dawnguard DLC, was het volgens mij, kreeg je de mogelijkheid om Auriel's bow te krijgen. Als je de juiste keuzes maakt. En dat is een soort van, het is een hele mooie handboog die één, door een elfengod is gebruikt. En twee, hij was niet alleen ongeveer de sterkste boog in de hele game. Maar het kwam er ook nog eens op neer dat als je hem op de juiste manier gebruikte, dan kon je dus niet alleen een pijl afschieten, maar ook de fucking zon. Wat natuurlijk heel goed werkt tegen vampiers. Dat je een pijl afschiet en dan kwam in één keer zo'n lichtstraal vanuit de hemel op die gasten neerregenen. Ja, echt heerlijk was dat. Maar goed, dus ja, Sunset Overdrive voor alle gekke wapens. Vooral de Nothing But Hits gun. En Auriel's boog gewoon, omdat handbogen awesome zijn. En het is een boog die de zon afvuurt. Come on, dat is, als dat niet OP is, dan weet ik het ook niet meer. Ja goed, daar heb je dan een aantal wapens die wij als redactie enorm konden waarderen in games. Heb je zelf ook een compleet ander dingetje zegt van jullie zijn dit vergeten, jullie zijn dat vergeten? Laat het ons vooral dan weten in de comments. En natuurlijk, voor volgende week zoeken we weer een nieuwe goede frag om te kunnen behandelen in dit format. Heb je een leuke vraag over iets in de games? Het mag iets persoonlijks zijn, iets geks. Word maar lekker creatief. Je mag hem natuurlijk ook altijd per video nog insturen, dat is extra leuk. Maar goed, stel je vragen, beantwoord de vraag van deze week. Wij zijn heel benieuwd, dus take it away in de comments. En tot snel op gamersnet.nl.